Attention passengers, we've now reached our destination. Hallo, mijn naam is Veron, ik ben 15 jaar oud en ik kom uit Amsterdam. Ik sta op dit moment in Rotterdam en ik sta hier omdat ik met Edekans mee ga richting Malawi om zoveel mogelijk proberen te verbeteren in het onderwijs. Nou, dat doe ik niet alleen, dat doe ik met deze. Stel jullie even voor. Hey! Ja. En wij zijn heel benieuwd wat de Rotterdammers weten van Malawi. We hebben de vlag bij ons, dus we zijn er klaar voor. Van welk land is deze vlag? Burkina Faso? Kenia. Geen idee. Nee, ik weet het niet. Ethiopië. Congo. Albanië of zo? Malibu. Nieuw-Guinea, iets in die trant. Dit is de vlag van Malawi. Wat weten jullie zelf al eigenlijk van Malawi? Ligt in Afrika. Azië. Het is arm. Ik denk ook een arm land. Weten jullie hoeveel kinderen er niet naar school gaan? Veel te veel. Kinderen die niet naar school gaan, die moeten dan toch werken voor hun ouders of zo? Ja. Ja, wat je daar dus ziet is dat ze heel vaak vroegtijdig moeten stoppen met school. Ze gewoon te weinig geld hebben om onderwijs te betalen. Ik ben 12. 12. 13. 12. Heel veel meisjes in Malawi worden op die leeftijd uitgehuwelijkt. Wat vinden jullie daarvan? Ja, ik weet niet wat ik zou doen. Als je gedwongen wordt, zou ik het niet echt normaal vinden. Dat lijkt me echt vreselijk. En zwanger lijkt me nog vreselijker. Ja. Ik weet niet eens of ik überhaupt wel kinderen wil. Ik hoop dat jullie ze goed gaan helpen. En dat die mensen daar in dat land blij worden. Wat zouden jullie willen weten van Malawi? Kunnen zij daar allemaal Engels? Schrijf je Edekans? Ja, wacht, ik zet wel even in mijn notities. Gaan jullie echt les geven of gaan jullie een school bouwen? Waarom doen jullie dit precies? Wat gaan jullie doen om het onderwijs te verbeteren dan? Elke vraag die vandaag is gesteld, daar gaan wij een antwoord op zoeken. Heb jij nou een vraag? Stel je vraag op Facebook en hou vooral de Edekans website in de gaten. En de volgende keer dat jij naar onze vlogs kijkt, zitten wij in Malawi. Later. Wacht hoor. Ja. Kijk, do you see yourself? Yes. Look, that's you. Oh, hey, I see you. Oké, we zijn in Malawi, we zijn net aangekomen op de school. We gaan vandaag onze buddies ontmoeten. Mijn gastvlogger is vandaag. Hi. Jasmina. Jasmina, heb je er zin in? Ja. En wat denk je ongeveer te gaan verwachten van deze dag? Nou, ik wil heel graag weten wie mijn buddy is en hoe die is en of het een meisje of een jongen is en hoe de mensen over ons denken. Hello, my name is Mickey and I like rice. Who likes rice? My name is Letson Ngata, I like to draw. My name is Yelangvi, I like dancing and music. I am Mike and I like making music. Mikey! My name is Ferron and I love airplanes. Anyone? No? Yeah! My man! My name is Mbali Kayola and I also like reading. Oké, ik heb net een jongetje gespot en die heeft de Nederlandse vlag als riem. Waarschijnlijk is het natuurlijk niet expres, maar ik vind het wel echt leuk om te laten zien. Kijk. These are the colors of the Dutch flag. Yes. This is from the Netherlands. Nou, ze praten echt natuurlijk een hele andere taal en ze verstaan ook echt gewoon nauwelijks Engels. Dus het is wel een beetje moeilijk om te communiceren, maar ik denk dat ik daar wel vooral uit ga komen met mijn buddy. Hier is mijn buddy. What do you want to become when you're grown up? When I want to grow up, I want to be a pilot. Sorry? A pilot. A pilot. Ah, we're the same. Ik wil ook heel graag piloot worden. Wat ben je te weten gekomen over de buddy? Hij wil later ingenieur worden. Ja. En hij woont samen met zijn ouders in de stad. En... welke stad? Wat ik van de stad. Beronne heeft zijn fiets gekregen van een van de leerlingen. En hij gaat nu op fietsen door de school. Oké, we gaan het gewoon doen. Ik heb het heel moeilijk op dit moment. Het is vandaag dag 2 in Malawi. Ik heb redelijk goed geslapen. Helaas niet kunnen douchen omdat er geen stromend water is. Maar we gaan er vandaag natuurlijk wel gewoon weer tegenaan. En dat doe ik met de gastvlogger Manon. Hey. Nou, leg jij maar even uit wat we gaan doen vandaag. Nou, we gaan vandaag een kerk bezoeken en daar kijken we wel naar uit, want geloof is hier echt heel belangrijk. En daarna gaan we op huisbezoek, dus ik heb er zin in. Ja, ik ook. Stemmen. Ik ga zo meteen spelen in de kerk en ik vind het nu best wel spannend. It goes like this, the fourth, the fifth, minor fall and the major lifts. The baffled king composing hallelujah. Een heel jong meisje was blijkbaar zwanger, want ze waren aan het bidden bij haar buik en ze waren er aan het aanraken op haar buik. Ja, ik zat soms ook echt met een brok met mijn keel. Ja, gewoon, ja zeker wel. Dus ja. dat was echt heel heftig. Ja. En ik denk dat ik dit niet heel snel ga vergeten. Nee, ik ook niet. Echt niet. We zijn nu bij het huis van een van de buddies. Er wordt gekookt. En we gaan het maar gewoon even helpen, want ja, waarom niet, hè? Ik ga even, ik weet niet wat het is, maar ik ga iets met groene blaadjes doen. Het is de bedoeling dat we het buitenste laagje eraf halen, maar het is super dun en er zitten echt gewoon behoorlijk scherpe dingetjes aan. Oh kijk, volgens mij ben ik heel goed bezig. Oh. Ik ben Nsima aan het maken. En dit is dus maïspak. Ik ga nu voor het eerst Nsima eten. Ik ben nog steeds aan het kauwen op een kleine stukje, dus hoe eetbaar is het? Op schaal van 0 tot 10. Ik voel me nu nog goed en ik hoop dat het vanavond ook zo is. Morgen gaan we naar de school en hebben we ook les, want het is morgen maandag. Hebben jullie nog vragen voor ons? Ga dan vooral even naar de Facebookpagina van Edukans, want daar komen nog veel meer andere vlogs op en ik hoop dat we jullie dan de volgende keer weer zien. Goedemorgen, op dit moment zitten we in de bus richting de school. We zijn om 5 uur opgestaan en hier naast me zit gastvlogger Luca. We zijn niet voor niks en vroeg opgestaan, dus we gaan een hele mooie opening van de week meemaken. Dat doen ze elke week, hartstikke inspirerend. Super normaal hier om hand in hand te lopen, dus Veron doet het netjes. We zitten op dit moment in de les wiskunde. De les heeft een beetje een bazige sfeer. Ja, alles wordt ook echt heel erg in beelden uitgelegd en bij elk antwoord moet je ook op gaan staan. Ik heb net een half punt gekregen omdat ik een wiskundesom verkeerd had gemaakt. We gaan nu naar de kleuterklassen op deze school en het blijkt dat hier echt heel veel kinderen in één klein lokaal zijn gekomen. We zitten hier in een klas van 79 kinderen. We zitten allemaal op de grond. Je kan nergens je benen even laten of zo. Allemaal in een kleermaker zitten op elkaar bijna. Het zit helemaal vol. Het is echt best wel goed hoor. We zitten hier gewoon in groepjes met z'n allen en ze zijn gewoon over soja en andere landbouwproducten aan het praten. En dat leren ze al hier in groep 7. We gaan nu naar de kamers waar de kinderen die op deze primary school zitten overnachten. Het eerste dat ik waarneem is de geur. Het ruikt hier ook echt gewoon niet goed. Matrassen zijn piepschuim. Er is een stapelbed en ik zie twee andere soort van bedden. De grootte van deze kamer is gewoon mijn kamer en die heb ik dan gewoon voor mezelf. How many people live here? 8. In this room. Dat je zo kan leven ook en dat wij het dan zo anders en zo veel beter hebben. Heel vreemd. Dat had ik nooit zo verwacht, echt niet. Nou, we waren onderweg naar de school, maar achter mij staat een vastgelopen bus. En hij zit ook echt gewoon behoorlijk vast. Oh ja! Girls, I have to tell you something. I'm not proud of it and I really don't know what to do. I had unprotected sex. You have to say it, right? You know, and then we can talk about what the difference is between the Netherlands and Malawi. Het doel is eigenlijk gewoon om te laten zien wat zij eigenlijk het belangrijkste vinden van al deze problemen. Child marriage? Ja, wel. Het gaat goed. We hebben allebei al spraakzame buddies, dus dat scheelt ook wel. Oh no, I'm HIV positive. What do I have to do? AIDS, AIDS, AIDS is a killer. Nou, we zijn hier toneelstukjes aan het kijken van leerlingen om HIV en AIDS bespreekbaar te maken. HIV is een killer. En hierdoor kunnen de Malawiaanse studenten kijken hoe ze eventueel kunnen reageren als ze bijvoorbeeld moeten zeggen dat ze AIDS of HIV positief zijn. She can raise money to buy her medicines. Oh, that's a good plan. Yay! HIV is eigenlijk gewoon een virus dat binnen 3 dagen eigenlijk gewoon nog goed te behandelen is. En vervolgens wordt het pas echt AIDS en dat is echt pas dodelijk. Dus het is maar voor mij echt heel raar dat het eigenlijk zoveel voorkomt, terwijl ze gewoon weten wat ze moeten doen en hoe ze het tegen kunnen gaan. HIV en AIDS zijn nog steeds behoorlijke taboes in Malawi. Dit merken we ook bij onze buddies, maar ik ben heel erg blij dat we er behoorlijk goed over kunnen praten met onze buddies. Ik sta op dit moment naast een ziekenhuis. We gaan hier zo meteen naar binnen om te kijken hoe dit ziekenhuis nou precies te werk gaat. Ik loop hier door de gangen van het ziekenhuis en hier worden mensen getest op AIDS. Wij gaan nu een laboratorium in, maar het is strictly prohibited to enter this zone. Kijk, daar gaan we. Doet wat bloedplasma van echte patiënten, doet hij op dit stripje. En als je hier 2 duidelijk zichtbare lijnen kan zien, dan is de patiënt HIV positief. How many people with HIV in total will come to this hospital? It's almost 40 to 45 that day, yes. A day. Dat betekent dus dat ongeveer 10% in het ziekenhuis AIDS heeft. Why are there so many HIV infections over here? Because of poverty, you can say so, eh? And the lack of employment. Jezus, dit is heel heftig wat ik hier nu zie. Het is moeilijk om te zien hoe hier mensen er zo ellendig bij liggen. Dit is niet een plek waar je heel graag zou willen liggen. Dit is wel, het blijft steeds weer heftig. Why is that kid up here? The kid is suffering from malaria. Malaria? Oh. Malaria, as you know that this is rain season, so a lot of mosquito which causes malaria are breeding very fast. Okay. Ja, hier slikken wij dus pillen voor. Dit kind heeft malaria, die is gebeten door een mug en die moet hier dus verblijven. Do you know how she's doing? She's feeling better now. Okay. Sometimes it's 10 to 15 children can die within a month. In a month? That's because of malaria. That's why we say that malaria is a deadly disease. What's over? We gaan een of andere scan doen. Ik weet nog niet precies wat hij nou gaat doen. Maar ik lig hier op een bed. En een beetje zenuwachtig. En ik voel de bacteriën al, zeg maar, over mijn rug kruipen. Kijk, je kan daar gewoon mijn buik zien. Dit is de right kidney. Your inner bladder. It's almost full. It's almost full. Seriously? We hebben HIV-positief bloed gezien. We hebben gezien hoe dat wordt getest. We hebben de kamers gezien waar kinderen in verblijven als ze echt ziek zijn. Het was ook wel heel heftig. Maar ik ben blij dat we nu weer lekker naar het guesthouse gaan. En even uitrusten en mijn buik wassen. Goedemorgen, vandaag is helaas de laatste dag hier op school. Ja. De gastvlogger is Mike. Yes, vandaag gaan we alles combineren wat we de hele week geleerd hebben. We hebben het gehad over andere groepsdruk, seksuele voorlichting en dit alles gaan we combineren in liedjes en toneelstukjes. Er komen mensen van overal uit de omgeving, belangrijke leiders, dus het wordt spannend en ik heb er zin in. Hello everyone, I'm your storyteller and today we're gonna show you a roleplay about gender differences. This is your results were HIV positive. Someone HIV positive. I'm pregnant. Oh no! No, you're pregnant! No. But you have to go to school. We will take care of the baby. We gaan eventjes speechen samen met mijn buddy over wat we deze week hebben geleerd voor de community. My story is to thank the Netherlands people to come here in Jasmina. We learned a lot from you, a lot of teaching method, a lot of games. May God bless you. Shoot down to Mickey. God bless you. Thank you for your coming. Thank you so much for all the beautiful experience you have given me. Mister, I would like to know about your life. Me, I'm fine. Okay, please. Lemon cream cookies and a bowl of lemonade. Ik heb een rugzakje gegeven omdat ze altijd best wel ver moeten lopen, dus handig voor schoolspullen vervoeren. En ik heb 2 schriftjes erbij gegeven en nog een etuietje, zodat ze altijd wat bij hebben om te schrijven. Ik ben mijn telefoonnummer aan het opschrijven en mijn e-mail in het boekje wat ik aan hem heb gegeven. En mijn brief, zodat hij mij kan herinneren. Bye-bye. Work hard. Keep up the good work and be yourself. No peer pressure. Bye-bye. Bye. I thought you were gone. I wanted to hug you. I'm gonna miss you, man. Yeah, me too. Nobody. Bye. Bye. It was very nice, man. I'm gonna miss you too. Me too. This is our driver. He has taken us to all the places we were going to. Yes. And we really want to thank him for carrying us to everywhere we were going. Yeah. You did a good job. Thank you. Sure. Wat me van deze week het meest bij is gebleven, is dat wij met zo weinig zoveel kunnen betekenen voor de mensen in Malawi. Deze week begon ik met het idee dat ik mensen hier wat zou leren. Maar uiteindelijk leerden ze mij dankbaarheid voor kleine dingen in het leven. Ondanks dat Malawi een arm land is, zijn de mensen hier veel gelukkiger dan dat wij in Nederland zijn. Ik vond het begin van deze reis best wel lastig, maar langzamerhand leer je de mens beter kennen en word je ook als groep sterker. En dat vind ik heel erg mooi wat deze reis ons heeft bijgebracht. Nou, in Nederland zijn de mensen heel erg gestrest en nerveus, terwijl hier in Malawi zijn ze heel optimistisch en enthousiast en blij, terwijl het leven hier veel moeilijker voor staat. Onze reis zit erop. Het was echt prachtig en leerzaam. Ik ben trots dat we het allemaal beleefd hebben met deze geweldige gastlogger. Yeah! En vrienden. En bedankt.